Ik heb hier een bestand voor een boodschappenlijstje. Maar dat ziet er nogal een beetje kaal uit. Dus ik zou graag een paar van die stukken tekst wat meer opmaak willen geven. En dat kan ik doen bij de menu hier boven lettertype. Dat zijn allemaal instellingen voor de tekenopmaak. Dus ik zal eerst beginnen met het lettertype te veranderen. En om dat te doen moet ik eerst mijn cel selecteren die dat ik wil veranderen. Daarna ga ik hier een lettertype kiezen. Voilà. En ik kan het ook een beetje groter maken door hier de grootte te selecteren. En ik kan de kleur veranderen door op het A'tje hier te klikken, of het pijltje naast die A. En dan kunnen we een kleur kiezen. Dus ik zal nu groen pakken. En een paar andere instellingen die we hier hebben zijn de tekst in het vet zetten, of cursief zetten, of onderlijnen. En voor nog meer opties kunnen we hier rechtsonder op dat klein pijltje klikken. En dan krijgen we het dialoogvenster voor de cellenopmaak. En hier hebben we ook nog doorhalen, superscript en subscript. Dat zijn een paar andere types. Hier ziet je dan een voorbeeld.